Ik liet je pas de nonnetjes zien in de Brabantse Biesbos. Twee mannetjes met een grote groep vrouwtjes. En ik gaf aan dat ik van die nonnetjes nog geen baltsgedrag had gezien. Nou ja, ik had het nog niet gezegd. Of ik zag opnieuw een paardje nonnetjes langs de boomkil weg. En ik was bezig om de baltsende futen te filmen. En in mijn ooghoek zag ik opeens deze twee nonnetjes die aan het paren zijn. Mannetje, vrouwtje, op elkaar, op het water. Het is even kort, maar dan is de daad ook gedaan. En dan is het voorbij. Parende nonnetjes. Nou ja, het is even kort vandaag. Ik kan er ook niks langer van maken. Maar ik vond het wel heel leuk. Hey, en wat zijn dat? Dat zijn kemphanen, denk ik. Ik denk dat daar een vluchtje kemphanen voorbij komt. Die landen bij de grutto's. Nou, ik heb er eventjes wat om naar uit te kijken. En misschien waren het wel grutto's ook hoor. Maar ik ga eens even kijken wat het waren. Grutto's of kemphanen. Ja, dit zijn inderdaad kemphanen. Kijk, ze daar lopen met die korte snavels. Kemphanen. Nou, die zijn er dus ook alweer. Nou, ik haalde een stomme actie uit met die kemphanen. Toen ze me zagen, vlogen ze op. Ik heb ze niet meer gezien. Maar wel deze wintertalingen. En er zitten aardig wat groepjes in de Kreseepolder. En ze zijn lekker aan het forageren. In het ondiepe water, in het slik. Lekker met die snavels door de modder. En maar zeven. Ze zeven. Het voedsel uit het water en uit de modder. Mannetje, vrouwtje.